Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Buurmans Fotografie. Fearless Generation. Wiki Toto. Hey, dat doen ze super saai bij, toch? Oh, oh, die. Dat word ik ook echt schaats. Heerlijk Engels. Oh, een verhaal uit zijn boer gevonden. Dank voor je komst. Ja, ik vond het, het mag niet liggen. Ik vond het een soort van leuk. Een hele goede avond en welkom weer bij een reguliere sportkantine. De ene laatste van het seizoen. Ja, ik wacht nog namelijk op iets. En dat is? Een eerhaag. Haag is kampioen geworden. Ik weet dat de fijne spelers het niet hebben gedaan, maar ik verwachtte toen ik binnenkwam van iedereen een eerhaag. Niet eens felicitaties, niet eens een handje. Nou oké, dat mag niet met corona. Alhoewel advocaat het wel zei, maar waar was die eerhaag nou? Volgens mij hebben ze de memo niet ontvangen. Nee, maar ik heb het jou ook niet zien doen. Ja. Nou, ik geef jullie nog een kans. Als we zo klaar zijn en we lopen eindelijk naar buiten, dan verwacht ik wel een eerhaag. Ik zorg ervoor dat de redactie iedereen klaarzet en dan komt het helemaal goed. Dus Jochem, even snel aan de gang. Ik regel het even vast. Ja, niet met lange Frans. Echt? Niet met lange Frans aan de gang, godverdamme. Je zat er met Gordon nou lang... Ja, hoe is dat met Joling even afgelopen? Heel even tussendoor. Hij stond voor de deur, die wilde jou vaccineren een paar weken geleden. Ja, het is hem niet gelukt. Nee? Nee. Hoe ben je buiten gekomen dan? Via een raapje achter. Pas jij daar doorheen? Hij is net groot genoeg. Moet je toch een paar extra bamiappen geven? Nee, dat is Boskamp al. Ja, dan. Als ik jou een paar bamiappen geef, dan ga je die kant op, past het er niet meer doorheen. Maar goed. Snap ik ook waarom ik wekelijks die bamiappen opgestuurd krijg van Joling. Dan snap ik hem. Nou, we hebben vandaag in ieder geval weer wat play-offs te bespreken. Weer voor promotie-degradatie? Nee, niet de promotie-degradatie deze keer. Deze keer is voor Europa. Europa, het Europese voetbal. De Conference League, noem jij dat Europa? Ja, dat is de oude Intertoto Cup, ken je dat nog? Oh, dat is echt oud. Ja, ik denk, kijk, niet vroeger had je natuurlijk de Intertoto Cup. Oh jongen, dan moest je naar Kazachstan en naar weet ik veel, naar plekken waar, waar je dood niet. Dat was de Conference League. Ja. Maar ja. Maar goed, jullie zijn er blij mee in Rotterdam. We hebben in ieder geval nog iets in Rotterdam. Toch nog iets. Toch nog iets. Als jullie de play-offs winnen dan. Ja. Nou, we hebben in ieder geval... qua standen kunnen niet heel veel meer gebeuren. Qua wisselingen. Ja... Ja, nee. Wat? Oh, sorry. Lange Frans wil een lied in starten. Mag dat? Ah, dat mag. Ja, maar ga je gang. Nee, wat zei je? Ja. De standen. De standen, ja. De play-offs. Want even kijken. Even kijken. Op dit moment Ajax is sowieso kampioen, dus die gaat 100% zeker door naar de Champions League groepfase. Dat wisten we aan het begin van het seizoen al. Daarom. PSV die blijft gewoon tweede.
Ja, ga dan. Dus die gaat naar de Champions League tweede kwalificatieronde. Ja, ga dan. AZ die volgt dan op positie 3 en die gaat door naar de Europa League. Dit is een speculatie. Of is dit is een speculatie, het is allemaal speculatie verder. Die gaat dus naar de play-offs voor de Europa League. Ik snap waarom jij al naar mij geëindigd bij de Wikitoto, maar ga door met speculaties. Goed. Dan hebben we nog Vitesse op positie 4 in de Eredivisie. Die gaat doordat Ajax ook de beker heeft gewonnen, gaat Vitesse nu naar de Europa Conference League kwalificatieronde 3. Ja, klopt. En dan hebben we nog de play-offs voor de Europa Conference League kwalificatieronde 2. Het is de UEFA Conference League, maar ik snap wat je bedoelt. UEFA Conference League, Europa. What the fuck is dat? Het is in Europa! Kwalificatieronde 2, dus dan moet je nog, daarna moet je naar de ronde 3. En dan heb je voor mij ook nog een play-off. De play-offs? En dan pas. Ja. Dus je speelt nu play-offs om de kwalificatie te halen van de kwalificatie van de play-offs om in het toernooi te komen. Wat waar je uiteindelijk zo ver moet reizen dat het eigenlijk je hele competitie eronder gaat. Ja. Maar aan de slot zei ik wil wel dat Feyenoord Europa is. Nou, die kans is er nog. Ik weet niet wat ze willen bereiken met Feyenoord. Maar goed. Maar mag ik daar een kleine aanmerking? Ja. Ik ben het op zich redelijk met je eens. Ik zou alleen AZ op PSV omwisselen. Oké. Ik denk dat PSV de derde plek haalt. Dat gun ik zo. Althans, dat gun ik Roger Smit. We merken het zelfs. Het zijn allemaal speculaties nog, dus... Ja, ik ken nog alle kanten. Ja, precies. Alleen jouw kant niet. Dat hebben we gezien bij de Wikitoto. Maar daar mag ik nu niks over zeggen. Maar we weten één ding zeker. Dat jij laatste bent geëindigd. Ja, dat sowieso. Ik bedoel, daar hoeven we niet over te speculeren. Nee, dat is... zeg maar, dat is gewoon feit. Dit is niet de Toto dat je opeens 7000 euro kan winnen. Had je dat nog gezien? ADO Feyenoord, toch? Ja. ADO had gewonnen. Ja. Gijp had ADO op winst gezet voor de Toto bij VI. Ja, hij moest toch wat, want ze stonden zoveel euro's achter. Wat krijgt hij voor die winst van ADO? 77 euro. Ik wil niks zeggen hoor, maar joh, als je dat goed voorspelt, vind ik 10.000 euro. Ja, maar ja. De schijf staat een beetje op hetzelfde niveau als jij, die is het laatste. Flink laatste. En dan, maar je lacht leuk. Ik bedoel, je lacht leuk. Oké. Jij ook hoor, af en toe. Oh, af en toe. Maar goed, wat betekent dat voor de play-offs? Dat betekent dat... Wie gaat er eigenlijk naar de play-offs? Ja, Feyenoord, zover zijn we ook nog wel. Ja, dan hebben we daarnaast ook nog Utrecht, Groningen en Sparta. Ja, dat kan ook nog Heracles worden. Maar het kan ook nog Heracles of Twente worden zelfs. En heel misschien zelfs Heerenveen. Maar Fortuna ook nog. Is toch die kan ook nog inderdaad. Ja, dus het zal er echt... Want Sparta en Heracles, Fortuna, die staan hoger dan Heerenveen en Twente. Ja, Twente schrijf ik af. Dat gaat niet worden. Heerenveen schrijf ik ook af. Zeker met de coronatweeling. Ja. Sparta speelt nog voor de... Ik twijfel tussen Sparta en Heracles. Fortuna is ook wel een beetje terug. Ik zou het Fortuna wel gunnen. Ze zouden het wel mooi doen. Fortuna of Sparta gun ik het. Ja, Heracles ook wel weer. Die Wormbloed vind ik ook wel een leuke gozer. Het zijn alle drie leuk. Nou. Kunnen we Feyenoord en Utrecht er niet gewoon uitkicken. Gewoon 10 punten minder geven. Ja, zoals dat we Feyenoord tussenuit typen. Zoals Feyenoord de laatste tijd speelt, vind ik dat in ieder geval prima. Ja, dat je gewoon zegt, nou, wie hadden we... dan hadden we dus Groningen, Sparta, Heracles, Fortuna. Dat lijkt mij leuk. Is toch leuk? Dat zou leuk zijn, ja. En dan Robben, die scoort dan de winnende in de finale van de play-offs. Oh. En dan mag hij mee naar Kazachstan. Zo. En waarschijnlijk... Kan hard dan wel aan? Nou, ik denk dat Robin lopen gaat. Ik denk dat hij de warming-up... De warming-up is de reis. Iedereen gaat met het vliegtuig. Robin, ga je ermee? Ja hoor, ik ga gewoon wandelen. Ik ga gewoon lekker hardlopen. Heb ik alvast de warming-up gehad? Ik denk dat dat het dan wordt. En niks tegen Robin. Ik vind Robin geweldig, maar die warming-up... Ja, echt.
doen. Ik ben jeugdtopsporter geweest. En ik wil echt niet zeggen dat ik zo lui was als Gijp. Maar dat gaat wel heel ver, hoor. Ja. Dan word je gewoon moe van om naar te kijken. Nee, klopt. Het is nou net alsof er een kieftje zit. Daar word ik zo moe van. Maar stel, het wordt dus Feyenoord, Utrecht, Groningen, Sparta. Laten we daar eventjes doorgaan. Ja, dan de wedstrijden. De wedstrijden worden dan een Feyenoord Sparta en Utrecht Groningen. Dat Sparta wint dat. Gun ik ze. Denk ook. Het ook wel. Gun ik ze absoluut. Die Vreese die is echt lekker bezig met die van Steen. Mm-hmm. Goed beleid. Ooit wilde Feyenoord hem daar naartoe halen. Maar ja, Sparta die was een zoals tevoren. Die gaat er niet zomaar mee weg. Ja, nee. Klopt. Nee, Sparta en dan Utrecht Groningen. Wordt de voetbalwedstrijd of een judo-wedstrijd? Ik denk een combinatie. Dan weet Groningen. Ja, Buijs kan goed judo, dat hebben we gezien. Die kan goed met een pijltje haken. Ja. Dit is zulke slechte grappen, maar het blijft leuk. Nee, ja, weet je. Dan gaan we inderdaad. En laten we eerlijk zeggen, zo 2 weken na 4 mei. Ik gun het Hakenkruis niet. Dat kan gewoon niet. We zitten toch in de maand van de vrijheid. Dus dan moeten we Hakenkruis niet door laten gaan. Nou, dan wordt het in dit geval even Groningen-Sparta. Ja. Ja, wie van die twee zal dan doorgaan? Wie gaat naar Europa? Ja, weet je, eigenlijk ben je toch altijd voor Sparta. Het is toch een beetje half onze jeugdopleiding wat daar loopt. Ja, voor Sjoerd Deelde. S-P-A-R-T-A. Nou, het zou ook leuk zijn om Robben inderdaad. Ja, het zou leuk zijn. Maar, oké, dan heb ik een deal. Ja. Arjen, ik weet dat je kijkt. Luister goed. Groningen mag de play-offs winnen op 1 voorwaarde. Als jij inderdaad lopend of hardlopend naar de wedstrijden gaat. Gewoon geen vliegtuig, geen bus. Dan heb je een warming-up gehad. Doe je dat niet, dan Sparta. Ik denk dat hij nu er expres voor gaat zorgen dat ze toch niet gaan winnen. Nou, op als kennende. Het is geen Van Persie, hè? Dat is waar. Het is al helemaal geen Van Hooijdonk, hè? Dat is ook zo. Ik bedoel, Van Hooijdonk, die zit alleen maar op de bank. Ja, dat is toch de kwaliteit van Pierre Van Hooijdonk altijd geweest. Op de bank zitten. Doet hij nog steeds. En commentaar leveren. Maar ik mag niks over Van Hooijdonk zeggen. Hij heeft onder de beste trainers daarnaast op de bank gezeten. Zo zegt hij het niet, maar dat is wel de realiteit. Ja, hij heeft heel goed gezien dat Dick Advocaat geen tactisch wonder is. Toen hij naast Dick Advocaat zat en toen hij naast Hiddink zat en naast Louis van Gaal zat, heeft hij heel goed gezien dat het tactisch... Maar Advocaat minder, dus dan ben die andere 2 waar hij ook naast zat op de bank terwijl hij geen assistent-trainer had. Waarschijnlijk zat hij daarachter. Dus zat er ook nog een heel groot hoofd van een assistent-trainer voor. Dus zoveel heeft hij niet gezien. Ah. En hij heeft er waarschijnlijk had hij zijn eigen haar er nog voor. Conclusie, ik ben geen fan van Pierre Van Hooijdonk. Nee, dat is duidelijk. Nee. Maar dit is... Deze is voor jou, Pierre. Dit is trouwens ook een heel mooi brugje, omdat je het over Advocaat had. Gaan we Advocaat eten? Nee, we gaan richting de coachtip van de week. Oh, dat. Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? My message. The message that the supporters gave to the players was my message. De coachtip van de week. Ja, het is wel leuk hoe het geëindigd is, maar ik heb nog steeds het gevoel dat het over 3-4 jaar weer terugkomt, hoor. Echt? Ja. Waarom? Iedereen zoekt naar geld. Wat vind je van het hele idee? Wat moet ik daarvan vinden? Nou ja, vind je het vreselijk of zeg je nou, ik wil het wel zien? Ik laat het lekker op me afkomen, want ik heb er lekker niks meer mee te maken. Dat is ook wel fijn. En heeft de reactie van die fans, bijvoorbeeld in Engeland, maar ook in andere landen, je verbaasd hoe stevig dat was? Ja, misschien waren ze ook niet zo goed geïnformeerd, omdat ze ook denken dat ze uit die competitie gaan. Maar dat gebeurt dus niet. Ja, misschien hebben we ons wel niet goed voorbereid in de zin van hoe we het moesten vertellen. Het verhaal op zich is natuurlijk heel bepalend. En als je dat soort bedragen kan gaan verdienen, ja, dan moet je wel heel sterk zijn. Advocaatje. Als je dat soort bedragen kan gaan verdienen, moet je heel sterk zijn. Ja, ik vind het heel mooi dat uitgekend hij dat zegt. Of gewoon slim.
Ja, nee, maar heel sterk zijn. Als er één iemand daar niet sterk genoeg voor is om dat tegen te gaan, dan is het advocaat. Klopt. Ik bedoel, advocaat. Ik bedoel, we weten allemaal. Die heeft. Nou, Dagobert Duk is jaloers op het geld van de advocaat. Hmm. Nee, gewoon echt. Maar wat vind jij dan van de Super League? Even tussendoor. Of van het idee? Slecht. Laten we. Hoezo? Wat schiet je ermee op? Nou, die club schiet ermee op dat. Kijk, het zijn gewoon bedrijven. Mm. En als je puur vanuit bedrijfsoogpunt naar kijkt, want de voetbaltak is dat hele romantische, dat moeten we aan de kant schuiven, dat is al lang niet meer. Ik bedoel, ja, maar de club, dat is een shirt. Ja, je hebt elk jaar een nieuw shirt, dus dat is het ook niet meer. Maar die clubs die denken, we hebben een huishouding van dit aantal miljoenen, we moeten elk jaar moeten we sowieso dit binnenkrijgen, dus de Champions League, we kunnen niet eens de eerste ronde, we moeten altijd de kwartfinale of de halve finale halen, anders gaan we failliet. Dus vanuit bedrijfsoogpunt is het best wel logisch dat ze daarover nadenken. En het grappige is, iedereen zegt nu, we zijn nu een paar weken verder, en ze het zo Super League gaat niet door, die nieuwe opzet van de Champions League gezien. Dat is gewoon de Super League. Ja. Alleen het poortje is nog open van dat het nog clubs kunnen instromen. Ik zeg heel bewust poortje. Mm-hmm. Want dat is ook niet zo heel groot. En laten we eerlijk zijn, ook de afgelopen jaren hadden we al een Super League. Want je kon van de kwartfinale, dat zijn er dan 8. 7 van de 8 kon je gewoon invullen. Manchester City, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Juventus, die kon je gewoon invullen. Chelsea, die kon je gewoon invullen. Je kon gewoon invullen, die 7 zitten er standaard in. En dan had je af en toe zo'n verrassing, een Ajax is een keer, Porto. Maar die verrassingen kon je ook wel invullen wie dat eventueel zouden kunnen zijn. Nou. Bayern München, je hoort ook bij die 7. Je kon, dus we hadden al een Super League. Want er was al, ik kijk het nog heel af en toe, de Champions League. Ik weet niet of jij het nog kijkt. Nee. Ik kijk het zelden, want je weet gewoon wie er staat. Het is niet interessant meer. Nee, want de spanning is al lang weg. Dus maar ik snap... hetzelfde is dan inderdaad ook met die Super League. Het is niet interessant. Nee, maar schijnbaar financieel gezien wel zodanig interessant. Ja. Yeah. Want de business case is wel behoorlijk goed. Ik bedoel, laat ik het zo zeggen. Ik ken plannen waar de business case slechter van is. Ik bedoel, in Rotterdam hadden ze zoiets. Waar de business case nou echt niet beter van is. Over Rotterdam gesproken. We hebben weer eentje, hoor. Final City Update! Yes, de Final City Update! Oh, Fan City. Nou, dit... Wat is het allemaal gebeurd? Nou, er is aardig wat gebeurd. Ja, mag ik hopen. Volgende week gaan we trouwens nog een complete terugblik doen op de hele Fan City gebeuren. Dus dan wordt zeg maar een hele uitzending rondom Fan City. Bijna wel, ja. En een heel klein blokje met de Wikitoto. Heel klein blokje Wikitoto. 30 seconden, denk ik, dat we dat Een iets groter blokje overige Formule 1. Dat wordt ongeveer 2 minuten, want anders gaat het niet raden met Fire City. En de rest is op Fire City. En heel misschien nog een coachtip en een kutte Mariko die we straks ook nog even gaan hebben. Maar Fire City, is de Fire City. Wat is er allemaal gebeurd? Of gaat er gebeuren? Dat kan ook. Mij is ter oren gekomen dat Feyenoord zowel het stadion als de club die hebben definitief hun vertrouwen toegezegd. Ja, ze moeten wel. Want volgens hun berekeningen en volgens heel die business case, dan gaan ze er in principe niet op achteruit. Nou. Dus het slechtste scenario volgens hun, blijven ze gelijk. Oké. Okay. Met de nieuwe stadion. Heb je de business case gezien? Ik heb hem zelf niet gezien. Jongens, ik ga nu de business case van Feyenoord uitleggen. Van Feyenoord City. Ja? Oh, dit is zo leuk. Alle ondernemers, sluit je oren. Want dit ga je niet geloven. De business case is als volgt. Met Feyenoord City moet Feyenoord elke dag 400 rondleidingen minimaal geven.
Ja? Oké. Zo. Dat zit in een business case. Nou, dat is al heel positief, want dat halen ze nu niet eens. Maar oké. Nee. Dan het tweede, wat ook in de business case zit, is dat ze elk jaar Europees voetbal groepsfase moeten halen. Succes? Halen ze nu ook niet. Ik bedoel, in de afgelopen 10 jaar hebben ze volgens mij 4 keer hebben ze Europa gehaald. 1 keer Champions League, 3 keer Europa League. Ja. En dit jaar is dat niet. Dan zit er ook nog in de business case dat er elke wedstrijd moet het vol zitten. Met betalende mensen. Dat zou misschien dat nog kunnen lukken. Dat zou nog kunnen. Alhoewel, je gaat naar 80.000 toch? Fijn City? 80? Voor mij is 80. Zoiets? Ik weet niet of je dat haalt. Ja. Nu net naar de coronatijd. Dat er 30.000 dan is misschien lastig. Dat er 30.000 bijkomen. Dan is het misschien lastig. En dan, waarvan ze eerst zeiden van, ze wilden het spelersbudget van 17 miljoen naar 15 miljoen omhoog. Die eis hebben ze laten vallen. Dus het mag op 17 miljoen blijven. Oftewel, de selectie wordt er niet beter van. Kijk, ze moeten wel mee, want de gemeente wil dit graag. Het is goed voor de gemeente, het is goed voor de stad, het is goed voor de wijk. Klopt. De vraag is alleen of dit goed is voor Feyenoord. Want dit is de business case waar ze het op bouwen. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Dit is, ik zeg niet dat het niet kan. Ik wil niet pessimistisch zijn. Maar dit is wel heel erg positief. En die business case rammelt aan alle kanten. Haal jij dus 1 keer geen Europees voetbal. En dan hebben ze het over Europees voetbal niet de Conference League. Europa League groepsfase. Dus geen playoffs. Groepsfase. Ja. Dan ben je fucked. Je moet elke dag 400 rondleidingen geven in het stadion. Volgens mij, ik had het even uitgezocht, volgens mij doen ze er nu ongeveer 150 per dag. Nee. Ze kunnen er niet meer doen. Want er zijn niet meer mensen om ze voor te doen. Ik vraag me af of dat van 105 naar 400 opeens gaat. In een stadion waar, laten we eerlijk zijn, de Kuip heeft nog, net als vroeger de Meer of Monnikenhuis of Vitesse, heeft nog traditie, soort van, dan kun je nog, weet je, die kerkbezoekers, weet je wel, van die oude kerkbezoekers, van die toeristen, die willen nu nog wel naar de Kuip komen. Ik vraag me af of ze dat voor Fan City ook zouden doen. Want het is dan een heel modern stadion. Klopt. Dus een beetje, zou je voor rondleiding naar de Arena gaan? Ja, dat doe je ook niet. Zou je voor rondleiding naar het Olympisch Stadion gaan? In Amsterdam? Oh. Ja, denk het wel. Daar zit nog wel wat in, ja. Snap je? Dus het is een hele positieve business case die je allemaal aan alle kanten. Het is voor iedereen goed, behalve voor Feyenoord. Nou. Feyenoord kan gewoon failliet gaan op deze hele business case. Dus die business case moeten ze nog wel heel eventjes naar kijken. Nou. Maar goed, we hebben Mark Koevermans aan het roeren, dus dat gaat wel goed komen. En anders vraagt hij gewoon aan de supporters om het geld toch te geven. Ja, maar het leuke is wel de belangrijkste reden, weet je, waarom ze het hebben toegezegd. Nou. Het zal mogelijk, mogelijk, 7 tot 8 miljoen meer opleveren dan dat het nu doet. Ja, mogelijk. Stel je inderdaad van die 7 tot 8 miljoen. Oh ja, en dat was ook nog, dat zat ook nog in de business case, daarover gesproken, dat de business seats, die moeten alles bij elkaar, dus de prijs gaat omhoog, moeten 8 tot 10 miljoen meer gaan opleveren. Dus dat betekent dat al die skyboxen, die gaan in prijs omhoog. Net na coronatijd. Ja. Ik weet niet, bedrijven hebben het al lastig. Kijk, bedrijven kunnen heel erg supporter zijn. Maar als je het geld niet hebt, een business seat bij Feyenoord staat niet bovenaan de prioriteitenlijst. En laten we eerlijk zijn, als een business seat bij Ajax ook niet, bij PSV niet, bij welke club dan ook niet. Nee, klopt. Dat staat niet bovenaan je prioriteitenlijst. En terecht. Dat is logisch, want je bedrijfsvoering is het allerbelangrijkste. En daarna kun je even extraatjes gaan doen. Nou. Dus er moeten dus meer bedrijven komen die of ze moeten allemaal meer betalen, of meer bedrijven die een business seat nemen. En nou is Rotterdam nou ook niet de meest vermogende gemeente van Nederland. Nee. Laten we daar eerlijk klopt. Zijn. Klopt. Ik bedoel, in Amsterdam zit meer geld. Sterker nog, in Rotterdam zijn ze ook gieriger dan in Amsterdam. Nou. Ik bedoel, die vrienden van Feyenoord, daar heb je hartstikke veel last van. Maar als jij in Rotterdam zegt, jongens, willen jullie allemaal geld bijleggen, want dan gaan we dit even fixen. Dan zegt ze toch, nou,
Zeg je in Amsterdam, willen jullie allemaal gaan? Dan trek al een portemonnee. Dat is ook een beetje arrogantie, een beetje Amsterdam gebeurd. Maar maakt niet uit waarom je het doet. Maar daar heb je zo je pet rond. Nou. Maar in Rotterdam zijn ze toch ja, daar wat terughoudender in. Ja, ik gun het Rotterdam, ik gun het Feyenoord echt wel. Maar ik moet heel eerlijk zeggen... En dit jaar de Feyenoord City wordt opgeleverd, weet je dat? Dan ligt de Brindenoord, gaat die 2 jaar... Brindenoordtunnel of brug? Brug. Ja, brug. Gaat er 2 jaar uit, hè? En om mijn 2024? Ja, en 2 jaar. En om bij dat stadion te komen... Heb je die brug nodig? Want het ligt niet zoals de Kuip toch redelijk... Ja, ik vind het zeggen. Ja, het ligt in dezelfde wijk hier daar, zo. Ja, maar het ligt wel aan het water. En je hebt dat allemaal wel nodig om daar te komen. Klopt. Dus dat betekent dat iedereen binnen door moet. Oftewel, de stad die komt vast te staan. Succes. Zullen wij alvast de binnendoorwegen gaan publiceren? Of maken we er geld op verdienen? Denk op een taalplatform plaatsen we de binnendoorwegen naar het nieuwe Feyenoordstadion. Nee, ja, ik gun het Feyenoord van harte, maar ik ben een beetje bang dat dit jullie doodsteek wordt. Kijk, als jullie ik zie het niet met heel veel vertrouwen tegemoet. Dit is voor iedereen goed, behalve voor Feyenoord. Tenzij de business case verbeterd wordt, maar ik zou niet weten hoe. Nee, ik ook niet. Kijk, als jullie naar de afgelopen 10 jaar elk jaar Europees voetbalgroepsfase hadden gehaald, had ik gezegd... Laten we onze hoop vestigen... op onze lieve heer Arne Slot. Misschien kan hij de komende 10 jaar Europees voetbal met Feyenoord halen. Arne, doe alsjeblieft je best. We kennen tenminste nog wat worden. Ja, ik geloof er niet in. Maar ik bedoel, ja. Mag ik er 1 ding over zeggen? Berghuis gaat weg voor 4 miljoen. Mm. Want gelimiteerde transfersom. Je beste speler. Waar vind je van die kwaliteit een speler? Weet je trouwens waarvoor dat hij was aangekocht? Dat weet ik niet meer. Kleine 6 miljoen. Ah. Ze leveren er zelfs nog meer door. Vorig jaar konden ze 7 miljoen verkrijgen. Ja, alleen erom. Maar nu 4. Maar oké, dan krijg je 4 miljoen. Mm. Maar sowieso kan je niet alles terug investeren, want het heeft schuld. Nou, zeg dat je de helft kan investeren. Ik denk dat nogal. 2 miljoen, ja. Dan. Waar vind je voor 2 miljoen een speler die net zo goed is? Nergens. Gewoon niet. Klaar. Ook niet uit Zuid-Amerika. Nee. Dat is gewoon klaar. Nou, wat hebben we dan nog meer? Dan wil je Kukcu verkopen. Nou, ik zeg niet dat het een supergoeie speler is, maar wat erachter zit, ja, is nog minder. Ja. Dan Senesi. Ja, dat gaat 15 miljoen opleveren. Nee, niet, hij speelt niet in de nationale elftal. Ja, of hij is bang zitten. Maar er is geen WK. Dus die Copa Amerika's, daar ga je niet je dingen. Een EK en een WK, dat zijn de zichtbare. Europa die heeft het wel, maar... Dus dat is daar allemaal niet. Dus daar ga je al niet in waarde omhoog. Feyenoord speelt niet Europees. Mm-hmm. Dus wat zou je max voor Senesi kunnen krijgen? Nou, 5? Denk het. Nou oké, laat ik positief. 6 miljoen. Ja, dus dat schiet in. Maar wat je daar uiteindelijk voor terug kan halen, is nooit beter. Want wat heeft Senesi gekost? Wat heeft hij gekost? Was niet ook 1,6 miljoen, toch? Ja, zoiets. Want dat ging meer opleveren. Maar ja, dan moet je wel in Europa spelen of moet je interlands maken. Ja. Dus dat wordt hem al niet. Nou, dan wat je ervoor terugkrijgt is altijd minder. Als ik kijk naar jullie jeugd. Nou ja, jullie hebben een paar Dordrecht uitgeleend. Nou ja, die is daar laatste. Mm. Wouter Burger, die zou dan Kukcu moeten overnemen. Nee. Top. Dus wat heb je nou aan waarde wat een beetje goed is? Dat moet Arne Slot gaan bouwen op Sinisterra. Oké, dat is nog een redelijke speler. Ja. Op Bozenik. Nou, die kan er geen kut van. Ja, nee, ik bedoel, advocaat vind ik heel netjes. Hier valt zijn spelers af. Ja, wat moet hij zeggen? Ja. Bozenik is een goede voetballer. Ja, dan denkt iedereen ook, advocaat, heb je gedronken? Precies. Ik bedoel, we zien het zelf ook. Het is nooit goed. Nee, ik bedoel, die kan er geen kut van. Jurgensen, ja, nou, die had je een paar jaar geleden moeten verkopen. Mm-hmm. Daar hebben ze volgens mij nog steeds spijt van in Rotterdam. Dan mag ik in ieder geval hopen dat je er spijt van hebt, want dan gaat het misschien niet meer gebeuren. Nee, precies, maar als er een club komt en die biedt 2 miljoen, ik zeg, wegbrengen. Ja. Joh. Ik wil voor Rotterdammers, ik wil voor jullie Feyenoorders, wil ik zelfs op de fiets stappen. Ik rijd wel naar het buitenland toe op mijn fiets.
Ik breng hem voor jullie gratis weg. Het scheelt jullie kosten. Nee, echt. Al krijg je 2 miljoen. Dan gaan we nooit meer worden, Jurgensen. Nee. Nou, Linssen, oké, dat is op zich prima spelen. Maar dat is geen, het is geen speler om bij de top te kunnen voetballen. Dat is gewoon subtop. Zal nog onder AZ, dus dat blijft toch. Diemers, idem dito. Ja, nee, daarom. Nou, Toornstra. Het zal nooit meer zo zijn zoals het was. Toornstra, maar ja, als je een beetje pech hebt, omdat ze geld nodig hebben. Als er een goede club komt die daar geld voor biedt. En ze hebben geld nodig, dan ben je die kwijt. Ja. En je krijgt er niks voor terug. Ja, dan heb je Malaysia. Ja, dat is ook zo'n... Ja, het is... Die schommelt ook veel Het is allemaal veel, een beetje lood op oud ijzer. Het is allemaal een beetje FC Utrecht niveau. Een beetje ja. FC Utrecht, Groningen hadden we het net over, toch? Sparta. Ja. Dat je denkt, ja, oké. Nee, precies. Maar daar ga je geen Europees voetbal mee pakken. Dat gaat niet worden. Nee. Ja, dat echt af en toe. Ja, dat... Ik hoop voor Rotterdam... En voor die winsten die wij altijd pakken daar in Rotterdam, vinden wij daar weer leuk. Hoop ik dat jullie daar over 10 jaar dan wel zijn. Maar ik ben een beetje bang. Ik moet deze verspanning uitspreken. Jullie haat me elkaar toch wel. Ik ben een beetje bang dat met deze business case, als jullie het doorzetten, dat voor iedereen goed is. Maar dat Feyenoord een beetje de weg achter ADO aangaat. En dat zou zonde zijn. Zeker. Want dan kunnen wij jullie niet meer verslaan in de Kuip. Ja, dat doen we toch wel. Ja. Nee, dat zou zonde zijn. Maar, en dat Sparta dan over een paar jaar... Sparta gewoon de club van Rotterdam. Want als Feyenoord eruit kukelt... duikelt alles natuurlijk naar Rotterdam-West. En ziet dan maar terug te komen. Ja, absoluut. Ja, maar ze laten Feyenoord nooit failliet gaan. Ja, maar er is een keer een grens. Hoe lang is dit nou bezig met financiën? Volgens mij het hele... Uit de tijd van... Volgens mij al sowieso 10 jaar. Ja, maar het hele financiële gezeik. Er was aan de tijd van Maarten van Geel. Die ging natuurlijk shoppen in Nederland natuurlijk voor financiën. Toen wilden ze ook. Ja, en we zijn bezig met een investeerder. Dat zijn ze ook voor mij al 15 jaar om aan te roepen. Maar 15 jaar is het er nog niet. Ik zou de hoop opgeven. Er moet toch een moment komen dat je denkt, nou jongens, het zou leuk zijn als de investeerder er komt, maar we gaan er even niet meer van uit. Als ik 15 jaar niet in de organisatie heb. Jongens, er komt de sponsor aan. Er komt de sponsor aan. Volgens mij zeg jij dan ook op een gegeven moment tegen Maria Ricardo. Waar is hij dan? Zullen we ervan uitgaan dat hij niet komt? Ja. Op die manier gewoon beleid gaan maken. Mocht hij wel komen, is mooi meegenomen. Precies. Maar ja. Dus succes, Arne. Ik zal volgende week niet kijken naar de complete Feyenoord City update. Want dan neem je waarschijnlijk meteen ontslag. Ze alvast gewaarschuwd. Ja. Dus laat Pusic maar kijken. Ja. Wat hadden we meer van leuks? Nou, ik denk dat we heel even de tussenuit gaan naar reclame. Reclame? En we hebben deze keer ook even een reclame. En dan zijn we terug straks met een kutte Merico. Het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dit komt goed over voor de camera. Ik kan ook heerlijk naar hem kijken. Als hij een interview geeft, pak ik een zakje popcorn bij. Hij zegt zinnige dingen. Hij zoekt geen excuses. Het is geen pedant ventje. Wij Volendam, Purmerend. Die omgeving is voor ons zien we het allemaal als boers. Dus voor ons is Volendam ook gewoon echt een boerenclub, zeg maar. Daar moet ik ook echt schijf zien komen. Ja, wat ook te zeggen. Echt. We hebben heel januari gehad, we hebben 4 keer Supertop meegehaald. We staan nog steeds vol op de ketel voor de Nederlander mag ze stappen. Man. Dat ik dit als commentator meemaak. Mijn dieptepunt in mijn leven was dat ik op het moment, toen had ik een aanvaring met mijn moeder
Ik zat echt zo doorheen, was zo depressief. Ik was eenzaam. En ik weet dat ik helemaal flipte. En mijn moeder zei, ik ga de politie bellen. En toen weet ik nog, ik kan me herinneren dat ik schreeuwde, bel de politie maar, laat ze me doodschieten. Wat geweest is, is geweest. Ik laat het achter me. Een frisse blik, een nieuwe weg om te bewandelen. Vogelvrij verklaard, maar wij zijn vrijgemaakt. Wandel in het licht en laat de wereld zien waar jij voor staat. Er ligt een lange weg achter ons, maar we kijken niet meer achterom. Voor ons op een lopende land. Recht door zee naar de overkant. Er is ook nog zoiets dat heet gevoel, helaas. Je gevoel is niet gericht altijd op je hart. Maar is gericht op omstandigheden, op wat mensen zeggen, op alles wat om je heen gebeurt. Ik heb zeker in de afgelopen 2 jaar heel erg mogen leren. Het maakt over alles over je hart. Dat is de bron van het leven. Ja, en informatie te winnen. Ik ben eigenlijk door het heel tactisch aan te pakken. Ik probeer gewoon heel veel te luisteren naar anderen. Het is belangrijker dan... Het is om heel erg goed te kijken naar iedereen, wat iedereen doet. Wij gingen gewoon als een speer gelijk door. Het wat langzamer aanpakken. Maar toen zag ik dat de pakjes wel hadden inderdaad. Er kan altijd van alles gebeuren. Dus ik draai me om. En toen kreeg ik opeens via een telefoontje. Dus ik liep eigenlijk vrij snel meteen op die gang rond al. Alleen... En precies op dat moment zag ik van, hey... Deze is goed voor een van ons twee. Fijn, hier doe ik het voor. En wat een spanning. Dat is niet zo handig. Dat ook pakjes wel hadden inderdaad. Zonder te zeggen... Dit is eigenlijk nog de finale. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga niet meer. Hier had ik al een duidelijkere aanwijzing. Ik wil nu ook wel echt gaan winnen, dus dat is dan toch iemand anders. Trust nobody. Ik ben nog zo in de war. Fearless Generation. We can't change the events of the Bible. The Antichrist will rule. In the darkest of times. The Bible makes it clear the Antichrist will hunt down and kill every Christian he can find. In a world of despair. Find someone to blame. God is dead. There are those you must trust. None of this is easy, but we have a calling now, and we gotta stick together. To lead the way. I've been praying, and I know this is the way to go. For those facing the tribulation, they must trust in God. There is only one person that can save you from your sins, one Messiah. From the makers of Left Behind, Cloud 10 Pictures proudly presents Kirk Cameron, Brad Johnson, Chelsea Noble, and Clarence Gilliard, Left Behind 2. What we have to do is fight him, all of us, together, form our own tribulation force, and spread God's word. In the face of the ultimate deceiver. Do we have a deal? They'll need the strength to work together, the courage to stand alone. Maybe God wants you to make a sacrifice, Chloe. Maybe God wants you to let God go. And their faith to see them through. God will protect me. Just pray. I did. I asked him to bring me home. Left Behind 2. Tribulation Force. Met Rico. Deze is voor Wijnaldum. Maar Wijnaldum, Georgina, luister eens even. Dat hele Qatar-verhaal, hè? Jij zegt dat whataboutism en dat soort gezeik. Maar weet je dat Qatar gaat om racisme? Dus eigenlijk dat op je knieën zitten wat je doet, dat racisme. Weet je wat je daar eigenlijk over zegt? Fucking dit. Ja? Ik weet wat jullie in de studio ervan vinden. Maar Qatar is racisme, daar moet je statement tegen maken en dan moet je je bek houden. Yes. Ja, ik maak statement tegen Qatar, anders moeten we bek houden van mijn broertje. Nou, is dit genoeg statement? Of... Ja, oh nee, sorry. Dan moet de shirt natuurlijk met Village Generation Supports Change.
Je broer kan even de pleuris krijgen. Nou, hij heeft wel gelijk. Hij heeft inderdaad wel gelijk. Ja, dat sowieso. Ik bedoel, mijn broertje kan altijd de pleuris krijgen. Maar bij Ronaldo kunnen we de grond dus stampen. Ja. Het is sowieso een waardeloze voetballer. Mm. Ik snap echt niet wat hij bij Liverpool doet. Ik had hem niet eens naar MVV gehaald. Nee, ik had hem niet eens naar Dordrecht gehaald. Wat een kut. Mm-hmm. Klote voetballer is dat. Ik denk dat wel passen. Maar, lange vraag, kan je het eruit piepen? Vast wel. Niet. Niet? Nee, dan hou ik mee. Oké. Okay. Maar ja, het is ja, echt. Maar wij trekken binnenkort ook allemaal shirts aan. Misschien volgende week. Village Generation supports change. Oh. Ja, ja, ik dacht, maken we ook een statement tegen Qatar, toch? Ja, toch. Goed statement. Ja, volgens mij had het Nederlands elftal dat al een keer gedaan, toch? Ja, daarom. Dat vond ik een heel goed statement. Volgens mij kan die foto er even in beeld komen. Ja, kijk. Dit bedoelen we dus. Hé, hey, ze sponsoren ons! Hé, hey, mooi toch? Maar die shirts hebben we dus ergens nog liggen, hè? Die, ja, behalve die van mijn album, die heb ik ritueel verbrand. Ja, kijk. Daar zat zijn lichaamsscheuren aan. Ah, ja, nee, dan... Ik wil geen ja. ongedierte hebben. Mm-hmm. Dus, nee, maar ja, nee, het is... nee, ja. Het is, ja, maar een goed statement. Nou. Nu ook. Heb je dat meegekregen met het hele Utrecht verhaal? En dan kom je ze mijn hand? Nee, volgens mij niet. Nou, in Engeland hebben ze dus besloten social media op zwart te gooien of zoiets. Okay. Vanwege racisme op social media naar voetballers. Heel veel landen doen daar aan mee. Nederland, KNVB, statement KNVB. Mm-hmm. Jongens, let op, kijkers. Dit echt statement. Komt-ie. In Nederland doen we daar niet aan mee, want... Oeh, nu komt het goede argument. In Nederland speelt racisme naar voetballers op social media niet zo erg. Dat speelt veel meer in Engeland. Ik weet niet... KNVB, luister even heel goed. Als het ook maar een beetje speelt, dan speelt het. Ja, nee, maar überhaupt. Luister, ik snap, er zitten allemaal oude witte mannen daar op dat plus. Jan Smit, Nico Jan Hoogma, Erik Gudde, ja. Gijs de Jonge. Die werken het juist in de hand. Nee, dat wil ik nog niet eens zeggen. Maar die hebben waarschijnlijk geen Facebook, Twitter, Instagram. Maar al heb je het niet, als jij gewoon op Google intikt. Ja? Giorgino Wijnaldum. En kijk, hij lokt het ook uit, daar gaat het niet om. Maar ze hoeven hem niet op zijn huidskleur te pakken. Kijk, ik pak hem aan omdat het gewoon een kutgozer is. Ja. Niet omdat het zijn huidskleur is, want dan zou ik mezelf ook moeten aanpakken. Maar als dat doe ik toch elke dag al? Ja, dat is waar. Sorry. Ja, maar dat ik, aan het, dat ik elke dag een ruk of me laat rukken, dat hoeft toch hier niet op tafel te komen? Volgens mij gaan we voor de live. Oh, sorry. Maar in ieder geval, maar als je dat gewoon intikt op Google, ja, dan zie je de rotzooi al langskomen. Ja. Dan denk ik, hoe kun je zeggen dat dit niet speelt? Mm-hmm. Als je namelijk gewoon op internet zit, en dat zit de kantoortypes de hele dag, en je tikt één keer dat gewoon in, dan zie je dat het ook in Nederland speelt. Dus dat vind ik echt een waardeloos argument. Mm-hmm. Ja. Maar gewoon echt waardeloos. Sowieso, de hele ding, commissie Wijnaldum met Humberto Tan en Ruud Gullit zit echt van Jan Jonker. Want alles wat zij adviseren om dat tegen te gaan, de commissies hebben hem zelf ingesteld, hè? Dus je stelt de commissie in om je te adviseren om dat tegen te gaan. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Nou, oké, okay, prima. Dan is het dan nog steeds, dan is de volgende vraag van waarom neem je al die adviezen niet mee? Ik bedoel, met Frank de Boer ook, die werd aangesteld. Ja. Ze zeiden niet, neem een zwart bondscoach. Nee, ze zeiden, ga in ieder geval met Henk de Kater praten of weet ik veel. Dan denkt de KNVB, ja? Wat denkt de KNVB dan? De KNVB denkt, weet je wat? We bellen Frank Rijkaard, die al 15 jaar gestopt is, waarvan heel Nederland weet, die wil niet meer op het veld staan, want dan hebben we voldaan aan het advies. Ik bedoel, bel Henk Fraser die nog trainer is. Bel Henk ten Kater. Bel wie hebben nog Stanley Man zo. Er zijn er genoeg. En ga in ieder geval met ze praten. Dat is het enige advies.
Ja. Nou, joh. Humberto, ik weet dat je komende zomer... Nou ja, jij gaat niet veel kijkcijfers hebben, want je staat tegenover de zomerkantine of zo. Oh nee, wij zijn iets eerder. Wij zijn iets eerder, ja. Klopt. maar goed, dat blijft natuurlijk hangen bij ons. Ja. Maar Humberto, focus je helemaal op je talkshow. Lijkt me een beter idee, want dat komt misschien mijn hals. Ik gun het. Zonder van je tijd. Gelukkig focus je helemaal op Rondo. Of kom bij ons aan tafel zitten. Dus misschien nog mag beter. Ook. Ben van harte welkom. Ik bedoel, ook ik kan kusjes geven in de check. Maar stop met de commercie mijnans. Dat is echt zonde van je tijd. Daar gaat niks mee gebeuren. Maar goed, dicht bij jou. Ja. Goed. Dat is in ieder geval een heel mooi bruggetje nu richting het oranje. Want dat is inderdaad voor de zomerkantine het Europees voetbal. En dat doen ze super zat bij, toch? Die. Dat word ik ook echt schijnt. Dank voor je komst. Ja, ik vind het. Het mag niet liggen. Ik vond het een soort van leuk. Europese kampioenschappen. Ja, het EK komt eraan. Ja, het EK komt eraan. Ja. Wordt dit jaar gehouden in plaats van vorig jaar vanwege COVID. Ja, maar het is nog steeds wel het EK 2020. Ja. Sala, alle flyers en ballen al gedrukt. Nee, precies. Die heeft al een beetje geld nodig. Dus om naar alles daarom te gaan. Daarom dat kost te veel. Ja, weet je, anders gaat het failliet. Stuk gaat nog failliet. Maar ja, dat... misschien wel beter eigenlijk, maar... ik wil mijn gezicht een blooi houden dat ze dan failliet gaan, maar ja, persoonlijk maar failliet. Het wordt in ieder geval gespeeld van 11 juni tot en met 11 juli. En in die periode zullen wij dan hoogstwaarschijnlijk een 3 keer in de week hier in... Dan moet ik nog even met de directie bespreken. Of nou, ja, dat ben ik zelf. Ik zou het in mijn gespleten persoonlijkheid nog even overleggen met mezelf. Dan de bevestiging die komt dan dus nog. Ja, precies. Als het al wordt bevestigd. Als mijn andere persoonlijkheid dat zeker weet, dan weten we het zeker. Dan zien jullie ons dan weer. Ja, precies. We zitten wel nog in discussie. Nou, gaan we denk ik nu maar door naar een van de laatste onderdelen. De Formule 1? De Formule 1! Yes, de Formule 1, ja. Klinkt gek, maar ik heb Formule 1 gekeken. Kijk, en wat vond je ervan? Eerste of tweede scherm is even belangrijk. Eerste of tweede scherm? Ja, je weet, ik heb al twee schermen achter elkaar staan, hè? Porno en Formule 1. Ah, nee, de Formule 1. Echt dus de Formule 1. Ja, tweede scherm. nou ja, en wat vond ik ervan? Sorry, de hart. Ja, dat doen ze altijd. Nou, dat is niet waar. Soms botsen ze op elkaar. Soms zijn het botsautootjes. Wow. Soms liggen ze in de grimpak. Ja, dat zijn ze ook goed in. Ja, dat is niet waar. Dat is wel heel hard. Ja, meer kan ik er niet op. Ja, ik ben geen specialist, ik heb het gekeken. En, het is in ieder geval de eerstvolgende. Laat ik het zo zeggen, ik was blij dat ik twee ogen had en dat ik twee schermen had. Zodat ik, weet je, als het daar te saai werd. Dan kon je nog even naar die andere. Ja, precies. Weet je, ik ging zeg maar van hard naar hard. En dan weer terug naar hard. En ik bleef switchen tussen hard en hard. Hmm. Ja. Alleen van de ene krijg ik een harde en van de andere werd hij wat zachter. Dat is misschien weer too much information voor de kijkers. Oh, sorry. TMI. Ja, dat is een afkorting. TMI. Dat is too much information. I know. Dat weet de jongen thuis ook. Dus dat mag je van afkorten. Oké. De eerste ronde van de Formule 1 is ronde 5 alweer. In Monaco. Ja, je moet me even bijpraten, want dan kan ik meepraten.
Wat de bedoeling is, want je hebt nu dus, moet ik heel even, je hebt een training, je hebt een kwalificatie en je hebt een race. Ja, klopt. Wat is het doel van de training? Dan kunnen ze het parcours, het circuit, nog een paar keer even... Het is eigenlijk gewoon een soort van warmlopen. Warmlopen inderdaad, en de auto fine-tunen. Maar dat telt nergens voor. Telt nergens voor verder. En de kwalificatie? Gaan ze weer dezelfde rondjes rijden? Dan gaan ze weer dezelfde rondjes rijden, maar dat is om te kijken wie er vooraan start en wat dus de volgorde voor de start maar is. Maar dat kwalificatie gaan ze niet tegelijk. Toch? Dan gaan ze om en om. Het is op tijd of zo, toch? Het is op tijd, maar je mag wel tegelijk gewoon de baan op. Want ze hebben een bepaalde tijdsframe. Daarbinnen moeten ze hun snelste tijd voor die kwalificatieronde zetten. En hoeveel rondes gaat zo'n kwalificatie? Hoeveel ze willen rijden. Hoeveel ze kunnen rijden. Hè? Ja. Dan ben ik hem kwijt. Laten we even beginnen bij de vrije trainingen. Ja? Dat zijn er 9 van de 10, zijn dat er gewoon 3. Zijn er ook nog andere type trainingen dan vrije trainingen? Nee, maar ze noemen het gewoon vrije training. Want je mag gewoon vrij rijden wat je wil binnen een tijdsbestek van een uur. Oké. En dat uur kunnen ze dus dan... Dus iedereen doet gewoon waar hij zin in heeft in dat uur. Een soort vrij zwemmen in het zwembad. Ja. Oké, ja. Dan heb je daarna heb je dan op de zaterdagmiddag is dat de kwalificaties. Ja, en daar snapte ik dus niet. Want ik dacht altijd, hoe ik dacht dat het was. Ja. Je moet inderdaad een snelste ronde rijden. Maar ze gaan dus om en om. En ze moeten, weet ik veel, 2 of 3 rondes rijden. Weet ik veel. En dan de snelste tijd. En daar wordt het bepaald. Maar schijnbaar mogen ze dus tegelijk. Maar mogen ze ook zoveel mogelijk rondjes rijden als ze willen. Hoe weet je dan wat het snelste is? Dat wordt bijgehouden. Want... Ja, maar de ene rijdt dus 50 rondjes en de andere rijdt misschien 4 rondjes. Maar dan is dat toch niet eerlijk als... Het is gewoon hun snelste tijd van een ronde. Maakt niet uit of ze er... ze hebben in principe standaard eigenlijk een kwartier tot een half uur de tijd in de kwalificatie. Als maar je daar dus als in 10 rondjes weet te rijden, de snelste van die 10... Maar dus als... Rijden maar 5 de snelste van die 5. Ja, maar dat is toch dan toch niet eerlijk, lijkt mij. Want dat betekent dat de ene heeft in principe maar 5 kansen... omdat hij minder rondjes heeft gereden aan de snelste trein... en die andere die heeft de 10 gehad om de snelste trein. Wat er heel vaak gebeurt... Ze rijden vaak een 3-4 rondes op zo'n setje banden. Ja. En van die 3-4 rondes zijn er vaak dan een 2 rondes aan tijd gebonden... waar ze dus voor de tijd rijden... En dat heeft dus iedereen zo. Ja, oké, maar daar kies je voor. Maar niet vanuit de regels. Dus vanuit de regels is dat dan toch niet eerlijk. Of vanuit de regels zou dat toch eerlijker zijn. Iedereen die rijdt 5 rondes voor die tijd. En de snelste van die 5 rondes. Ja. Zou je zeggen. Is. Maar ze doen het zo niet. Het is in ieder geval... Wie is de directeur van het Formule 1? Oh, wie was het ook alweer? Als ik op de redactie moet wachten, kan het toch weer een eeuwigheid duren. Want dan ga ik die even bellen. En stuur ik Marco van Basten daar even voor nieuwe regels. En dit wordt een van de regels. Om het in ieder geval eerlijker te maken. Ja, ik wil zeg maar wat vaker naar het hardrijden kijken dan naar het hardrijden. Even kijken, dat is op dit moment Stefano Domenicali. Oh, hi! Ja. Die zit in het netwerk van mijn hele Bilderberggroep. Nee, dat is een grapje. Sorry, complotdenkers. Ik zit niet bij de Bilderberggroep. Dat was Matt Herben. En dit was geen grap. Hi, Matt. Dus ja, dat... Ja, is een oude jeugdvriend van mijn vader. Nee, ik ga dan even bellen, want dan moeten we in ieder geval wat eerlijker maken. En dus dat bepaalt dan wie daar komt. Ja, en er zijn 3 rondes kwalificatie. Bij de eerste ronde, dat is de Q3, noemen ze dat. Heb je nou 3 kwalificatierondes? Wat is nou het verschil tussen die 3 rondes? Bij de eerste ronde, daar vallen de 5 langzaamste af. Dat maar wel ingewikkeld. Het is net lastig. Nee, je hebt 20 coureurs. Ja. In de eerste ronde, dan rijden ze alle 20 voor de snelste tijd. De langzaamste 5 vallen af, die mogen niet door. En die mogen ook niet door naar de race. Ja, die gaan wel door naar de race, maar die starten dus achteraan de grid. Die zitten dus op positie 16 tot met 20. Oké, nou ga ik je misschien vraag dan. Wat is het nut van 3 kwalificatierondes? Want als jij dus gewoon 5 rondes zou doen wie de snelste is, dan heb je toch al de startline-up. Want de kans dat de 2 exact dezelfde tijd hebben is 0. Is dat wel eens gebeurd? Nee. Exact? Nee.
Dus dan is één toch goed. En ja, zeggen, kijk, ja, maar... en waarom laat je ze afvallen? Dan kun je toch, dan, kijk, als je ze laat afvallen, moet ze, nou, als je de eerste, de derde kwalificatie of de eerste, welke, nou, ik weet niet welke volgende, tellen ze op. Stel op. Q1, 2, 3. Nou ja, kijk, dan, als je mensen laat afvallen, moet je ook zeggen, nou, als je die eerste kwalificatie niet haalt, doe je ook niet meer in de reis. Hmm. Dat is logisch. Ja. Want dan krijg je een afvalreis van, oké, die eerste, de langzaamste, dus eigenlijk reis je de eerste. Want, dus, en welke kwalificatie honderd telt voor de starttijd van de race? De derde zeker? Voor de langzaamste vijf de eerste al meteen? Nee, ik bedoel voor gewoon als je het dus haalt. Als je alles tussen rijdt. Als je alles rijdt, de eerste 10. En dan is dat dus de laatste ronde. Die bepaalt de eerste 10. Nee, ik bedoel, je hebt dus 3 kwalificatierondes. Ja. Welke van die kwalificatierondes bepaalt de startline-up voor de race? De derde? Alle 3. De laatste kwalificatieronde bepaalt de top 10. Qua startrace. Qua start-up. De tweede kwalificatieronde bepaalt de nummers 11 tot en met 15. En de eerste kwalificatieronde bepaalt de nummers 16 tot en met 20. Jongens, jullie vinden het gek dat je zo weinig tijd zou hebben. Echt. Joh, echt, Jochem, ik ga dat speerwerpen verdwijgen, die kunnen rekenen wel kijken. Oh mijn god. Zo, noem je dit ontspanning? Ik snap er nog steeds geen reet van en ik heb geen gymnasium gedaan. Ik heb gewoon een universiteit gedaan. Misschien denk je dat te moeilijk dan daarvoor. Nee, ja, ik denk helemaal niet moeilijk. Ik denk best wel simpel, want hoe ik het nu uitleg is best wel simpel. En nee, dit bepaalt dat. Je had ook gewoon kunnen zeggen, 1 training, ja? 1 kwalificatie, de snelste, hup, dat wordt de startline-up en dan gaan we racen. Ja. Want wat voor meerwaarde hebben 2 extra kwalificatierondes? Eigenlijk niks. Eigenlijk niks, nee. Nee, dus dat is dus een beetje hetzelfde als in voetbal. Daar gooien ze soms ook regels bij, dat je bij jezelf denkt... Ja. Net zoals de muur leggen, weet je, het heeft geen effect, want de kans dat dat gebeurt, weet je, die kan je ook gewoon niet neerzetten. Nou, dat zijn die eerste twee kwalen, je kan er ook gewoon 1 van maken. Ja, dan wordt het in ieder geval simpeler. Want laten we eerlijk zijn, we kijken al iets van 60 rondes, plus minus, soms iets meer, soms iets minder. Ja. Dat is al lang, als je me helemaal kijkt. Dan moet ik dus nog 5 rondes kwalificatie kijken. Zeg dat ik neem even de laatste, even 5. Nog 500 andere kwalificatie, nog 500 en dan nog training. Vind jij het gek dat ik naar mijn andere scherm kijk? Jongen, jongen. Ik snap het. Ja, waar gaan ze nou racen trouwens? Ze racen in Monaco. Dat is een stratencircuit, dus ja, de stad die wordt zeg maar half afgesloten. Daar wil je ook niet doodgevonden worden. Dus we gaan naar Frankrijk. Ja. En... als het goed is, de kwalificatie langzaamaan wel bekend. Dus die kunnen ze waarschijnlijk in beeld zetten. Nee, wacht even. Nee, ze rijden weekend pas. Sorry. Ik ben even helemaal van mijn papo. Dat snap ik met die regels van de Formule 1. Af en toe dan... Ga ik me er echt in verdiepen, denk ik. Ik geef het de kans. Ik geef het de kans dat er van een B-sport een A-sport kan worden. Ik geef het ook maar echt een kans. Ik bedoel, je weet hoe ik erover dacht. Ja, ja. Dus ik geef het ook maar echt een kans. Oké, een klein beetje druk. Want het was of dat, of Jolink zou bij me langskomen. Nou, dan ga ik op de lijn kijken. Ja. Dus ik heb hem jouw adres trouwens gegeven, dat je het even weet. Oh, vandaar al dat gebel s'nachts aan de deur. Ja, ik heb die open gedaan. Ja, heb je die witte auto niet gezien die voor je deur staat? Hij stond eerst hier bij mij hier voor de studio. Dus ik zeg, nou, dit is een heel leuke adres. En ik ga de Formule 1 wel kijken. Dus toen ben ik Formule 1 gaan kijken. Dan ga ik maar even verhuizen binnenkort. Ik geef het de kans. Ook naar Medemblik, of niet? Zou ik niet nee, doen. Zou nee, ik nee, doen. Nee. Helmond, misschien een goed idee. Nee, dat, ik hou nog even in het midden waar ik heen ga. Ik hou nog even in het midden. Wordt Rotterdam. maar goed, dan geef ik je de kans. Denk ik eigenlijk, goh, ik snap het een beetje. Komen er allemaal zinloze regels bij? En ik kwam daar ook nog achter. Er schijnt meer dan Formule 1 organisaties te zijn of zo. Of is het mijn wielrennen? Volgens mij is dat mijn wielrennen vooral. Want bij de Formule is het... je hebt inderdaad wel Formule 1. Dan heb je nog Formule 2 en 3.
Ja, precies. Maar dat is een soort van A1 en de... Ja, dat is een beetje... Dat is een beetje Eredivisie, keukenkampioen en amateurtje. Dat is toch eerder veel meer de jongteams en dat soort dingen. Belofte teams en qua leeftijd. Dat is wat ik had begrepen. Had ik me een beetje verdiend. Nou, niet precies. Er zullen vast wel wat dispensaties zijn. Er zullen wel wat dispensaties zijn. Maar in Formule 2, ik heb even alle coureurs langs gekeken. Dit is... Minimaal twee vanuit de Formule 2 die nu inderdaad in de Formule 1 zijn. Ja, nee, maar ik wilde qua leeftijd hebben. In de Formule 2 is niemand ouder dan 22. Mm. En in de Formule 3 is niemand ouder dan 19. Oké, weer wat geleerd. Dus ja, dat is gewoon mijn interpretatie. Dat ik dan denk, die jonge helftallen. Maar misschien is dit gewoon toevallig. Nou, dat kan ook. Dat zou kunnen. Maar bedoel, met deze regels sluit ik niks meer uit. Nee, echt. Ik ga me weer verdiepen in de politiek. Serieus. Het is vermoeiend, maar... Zullen we de Formule 1 maar... Zeg, ik word er een beetje moe van. Ja. Maar in ieder geval, ze rijden dus in Monaco en we gaan wel zien wat de race allemaal gaat brengen. En volgende week zat Jochem er toch, kunnen jullie er nog even over napraten. Precies. Al zit die Wikitoto-beker hopelijk in ontvangst neemt. We gaan het zien. In ieder geval weer bedankt voor de komst. Zitten we alweer aan het einde, joh? We zijn alweer aan het einde, ja! Goh, ik heb het niet afgegeven op Formule 1. Ik heb het gewoon echt even niet. Wow! Volgende week gaan we het data uitleggen. Dat laten we aan Jochem ook. Nee, we hadden een lange Fine City update, daar staan we geen tijd voor. Nee, dat is waar. We gaan nog strijken voor gevorderd een keer uitleggen. Ja. Maar voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. En als je het nog niet hebt gedaan, heb ik vorige week ook al aangegeven. Word even FG-member. Dan kan je dit programma terugkijken. Dan kan je andere programma's terugkijken. En dan. Ja hoor, Jozua, Jonas staat voor de deur. Hij komt er zo aan. Ja. Moet je wel even member worden trouwens. Ja, eerste maand is gratis. Dan krijg je als extraatje, krijg je Jozua erbij. En bij een jaarabonnement krijg je 4 maanden gratis. Krijg je 4 maanden korting. Ja, precies. Oké, ja, ik had er zo aan. Later, Jonas. Ja, ik dacht een extraatje geboden voor het memberplatform. Jolien is net member geworden. Scheer Joling is ook member! Maak me gek uit je mond! In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer! Lekker!